Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 21 video. In deze video gaan wij kijken hoe goed AZ het zou doen wanneer ze niemand hadden verkocht. En we hebben echt wel wat goede spelers erbij, zoals Odegaard natuurlijk, die we hier zien. Overgekomen voor 73,5 miljoen, maar dat is natuurlijk niet waar. Verder hebben we hier natuurlijk een nieuwe coach, Thomas Letsch, een Duitse coach. Maar het is momenteel dus ook echt de coach van Vitesse. En dan zien we hier wat andere spelers. We zien hier bijvoorbeeld nog Rashica staan en nog twee andere grote spelers. Maar we gaan even naar het team, we gaan even naar het selectiescherm. Hier zien we wel een beetje de opstelling, maar daar gaan we zo meteen nog even heen. We gaan eerst even naar het selectiescherm. En op zich, we hebben best wel wat goede spelers. Best wel veel ook. Dus ja, we gaan gewoon langs elke speler. We beginnen met de doelmannen en hier was eerst Elor Rome. 74 rating, 31 jaar, komt uit de Nederlandse Antillen en ja, dit wordt dan wel de basisdoelman. Verder hebben we hier Kostas Lamprou, 69 rating, 28 jaar, dus wordt een beetje een backup. Want verder hebben we ook nog Pasveer die 73 rating is. Even kijken, wie hebben we nog meer? We hebben Kassia natuurlijk, 32 jaar, 68 rating. Verder hebben wij Karavajev, rechtsback. Op zich wel een goede rechtsback. Hij staat ook in de basis. 74 rating, 25 jaar. Dan hebben we hier Matevelius Nakamba. Volgens mij zat hij bij Aston Villa, dacht ik. Ik weet niet helemaal zeker bij welke club hij speelde. Maar in ieder geval, hij is 75 rating. Een goede CVM. En ja, dit is gewoon een mooie speler voor Vitesse. Dan hebben we hier Alexander Büttner. 31 jaar, 71 rating. En een goede linksachter. Hij kan ook linksaf, maar we gaan hem gebruiken als linksachter. Dan hebben we verder, even kijken, we hebben allemaal Davy Prupper natuurlijk, overgekomen van Brighton, heeft ooit ook bij Vitesse gespeeld. Maar Marco van Ginkel ook bij Vitesse gespeeld. Dan hebben we verder Odegaard natuurlijk, ja dit is sowieso de beste speler die we hebben, Martin Odegaard. Hij heeft natuurlijk hier bij Vitesse gespeeld op een leenperiode, heeft ook nog bij Heerenveen gespeeld. Die gaat dus ook in de Heerenveen video tevoorschijn komen. Maar 83 rating, dus 21 jaar en ik heb dus ook bij elke speler weer een ontwikkelingsplan toegevoegd. Dus ik hoop dat hij hard gaat groeien en ik denk dat Odegaard wel voor heel veel doelpunten en assisten gaat zorgen. Ik denk dat hij betrokken wordt bij de meeste doelpunten van Vitesse in dit seizoen. Verder hebben wij nog Renato Ibada, een hele snelle speler, rechtshalf. Dan hebben we verder nog Brian Lins natuurlijk afgelopen seizoen vertrokken naar Feyenoord. Verder hebben we hier Mitchell van Berg, speelt natuurlijk bij SCHDV, maar hij heeft dus ook bij Vitesse gespeeld. En dat wist ik helemaal niet. Dat zag ik gewoon voorbij komen, dus ook hij heb ik weer teruggezet naar Vitesse. En dit is ook een best wel goede buitenspeler met best wel wat potentie. Dan hebben we hier de Milot, of Milo, ik denk dat je gewoon zegt Milot, Rashica. Centraal aanvallen, hij kan ook links buiten of rechts buiten, maar we gaan hem gebruiken als een spits. Dus ja, een goede spits, 79 rating. En dan hebben we nog wel iemand, sowieso iemand. Ja, hier staat hij dan, Wilfried Boni, the one and only Wilfried Boni. Ja jongens, Wilfried Boni terug, dat is op zich wel leuk. We gaan hem niet in de basis zetten, want daarvoor hebben we Rashica en andere goede spelers. En het, ja, het gaat natuurlijk wel om het beste team dat we hebben en dat moeten we klaarzetten. Dus Wilfried Boni gaat op de bank zitten. Maar wel grappig natuurlijk dat Wilfried Boni weer terug is bij Vitesse. Dan hebben we verder nog Ricky van Wolfswinkel. 31 jaar, 73 rating en ook hij is weer terug. En dit was dan de laatste speler. En dan gaan we nu even naar de opstelling. Ik heb gekozen voor 4-2-3-1. Ze speelden in een 4-1-2-1-2. Maar ja, we hebben te veel buitenspelers, dus die wou ik sowieso wel gebruiken. Op doel dus Elo Rome. Rechtsachter Karavajev, goede rechtsback. Linksachter Büttner, hij kan ook linksaf, maar we gebruiken hem als een linksachter. De centrale verdediging bestaat uit Rasmussen en Doekie. Geen terugkerende spelers, gewoon echt een basisverdediger. We hebben wel Kassia die terug is, maar ja, die is eenzelfde rating als bijvoorbeeld Doekie. En Doekie is wel wat beter. Dan hebben we hier als CVM's hebben we Nakamba, een goede CVM. En Van Ginkel ook wel een goede middenvelder. En ik heb hem gewoon gezet dat hij wel een beetje meegaat naar voren. Dus ja, hij is niet echt een verdedigende middenvelder. Het is meer gewoon een CM. Maar hij gaat dus ook een beetje mee naar voren. Dan hebben we hier de Odegaard op CAM. Dus de man in het midden van het veld die de voorzetten en de pas moet geven naar de spits en naar de buitenspelers. Rechts hebben we dan Mitchell van Bergen. Ook een echt een snelle speler. Linksbuiten dan Ibada. Ook een snelle speler. En dan in de spits die... Rashica, dus ook een goede spits. Dus ja, op zich de aanvallers zijn best wel goed. Dus zo met Odegaard, Van Bergen, Ibada en Rashica. En het middenveld ook wel, alleen de verdediging is dan wat minder. Verder hebben we dan op de bank, even kijken. Ja, Boni begint dus op de bank, Lins op de bank. Pruppet op de bank, dan Nana ook hier nog. En dan hier bij de wissels heb ik gewoon de rest aan Van Wolfswinkel. Even kijken, wat hadden we nog meer? Volgens mij was het bijna alweer. Ja, Lamprou zie ik natuurlijk staan.
Even kijken, hier heb ik gewoon een beetje de andere spullen gezet. Nou, dat was het eigenlijk alweer. Maar dit is dus het team. En ik heb mezelf dus ook in de Champions League gezet. Want dat is wel zo leuk voor het experiment. We gaan nu eerst even simuleren. We zitten ook in de voorcompetitie. Dus we gaan even simuleren totdat de voorcompetitie over is. En dan zullen we kijken hoe we het hebben gedaan. En dan gaan we daarna even kijken naar de loting van de Champions League. Dus hoe onze groep eruit ziet. En dan ga ik nog even naar de Eredivisie om een beetje te kijken van wat onze doelstelling zal zijn. De vorige competitie hebben we gesimuleerd. We zijn derde geworden. We hadden dus gelijkspel tegen Leganés. Vervolgens gewonnen van Genoa. En daarna nog verloren van FC Metz. Dus derde plaats. Niet super goed. Ook niet super slecht. De halve finale hier dan Metz tegen Elche. En Udinese tegen Leganés. En dan de finale gewonnen door Leganés. Maar dan gaan we nu even kijken bij de andere competities. Even kijken, dan gaan we naar de Champions League. Dan nog even de Eredivisie. En dan beginnen we gewoon met simuleren. Maar in de Champions League zitten wij dus in groep B met Manchester United, Club Brugge en FC Midtjylland. Dus ik heb weer gekozen voor een topclub, een middelmatige club en dan gewoon een slechte club. Waar we eigenlijk gewoon 6 punten tegen moeten gaan pakken. Manchester United natuurlijk als een topclub, Club Brugge als er wat minder. En Midtjylland dan als gewoon een club waar tegen we gewoon 6 punten moeten gaan pakken. Deze groep kunnen op zich denk ik wel doorkomen, want wij hebben best wel goede spelers, vooral onze aanval is echt goed en Club Brugge heeft ook al wat goede spelers, maar wij moeten denk ik wel gewoon tweede gaan worden. United zal waarschijnlijk wel eerste worden, het zou ook kunnen dat wij eerste worden, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik denk dat United eerste wordt en dan moeten wij gewoon vechten met Club Brugge voor die tweede plaats en ik denk dat het wel gaat lukken en anders worden we derde, dan gaan we verder in Europa en dat is ook natuurlijk leuk, maar we willen natuurlijk wel gewoon voor dat hoofdtoernooi en dat is natuurlijk Champions League. Dan heb ik ook nog de andere groepen. Groep A, FC Bayern, Chelsea, Olympiakos, Lokomotiv Moskou. Groep C, Leipzig, City, Inter en Porto. Hier dan Juventus, Ajax, Stade Rennes, Dynamo Kiev. Liverpool, Atalanta, Sevilla, Trabzonspor en groep E. Groep F dan Real Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille en Medibol Başakşehir. In groep G, PSG, Barcelona, Gladbach en Athene. En in groep H, Atletico Madrid, Lazio, Salzburg en Shakhtar. Dus ja, wij dus in groep B. Groep B, dat moeten we denk ik wel gewoon... dat is denk ik wel te doen. Dat moeten we gewoon doorheen komen als tweede plaats, denk ik. Dus ja, we zullen het zien. Verder hebben we natuurlijk nog de Eredivisie en wat ik verwacht. Ja, ik verwacht wel top 4. Dat sowieso wel, want we hebben echt wel een goed team. Eerste zou natuurlijk kunnen, maar het ligt er een beetje aan. Want Ajax heeft een goed team. AZ heeft wel een goed team. Feyenoord ook wel, PSV ook wel. Maar top 4 moet sowieso wel lukken. Dus ja, we gaan het zien. Ajax, AZ, PSV, Feyenoord, één van die clubs. Daar gaan we sowieso wel boven eindigen. Dat moet wel, want we hebben gewoon een goede aanval. We gaan het allemaal zien. Ik ga nu gewoon simuleren tot de helft van het seizoen. Totdat we de 17 wedstrijden hebben gesimuleerd. En dan zullen we zien hoe we dan tot nu toe doen. Oké, ik heb gesimuleerd tot de helft van het seizoen. En hier zien we al wat resultaten. We hebben 2-3 verloren tegen United. Nou, dat kan gebeuren. United heeft gewoon een goed team. Verder hebben we 0-2 gewonnen tegen Heracles. En 1-0 tegen PEC Zwolle. Dat is wel lekker. We gaan nu gewoon kijken hoe we doen. We zien nu waarschijnlijk de resultaten van de beker. Ja, van de beker. We moeten dus tegen Ajax in de ronde 2. Nou, op zich. Ja, we hebben wel een goed team. Het gaat denk ik lastig worden. We zullen het laten zien. In ieder geval, ik zie al gelijk dat we een score hebben van 84. Dus dat betekent dat het best wel lekker gaat. Want anders hebben we niet zo'n hoge score. Ik ga gewoon even kijken naar alle competities. We beginnen natuurlijk met de KNVB-beker hier, maar ik ga gewoon naar de Eredivisie toe, want ik ben wel het meest benieuwd naar de Eredivisie. Even kijken. We staan derde. Oké, het gaat best wel lekker. Derde plaats. Niet verkeerd. We staan 4 punten boven Feyenoord. 1 puntje onder PSV. En 2 punten onder Ajax. Dus het gaat best wel lekker. Het loopt allemaal best wel dicht bij elkaar. We hebben 13 keer gewonnen. 3 keer gelijk en 1 keer verloren. Nou, tegen wie we hebben verloren, dat weet ik niet. Ik zal wel tegen Ajax, PSV, Feyenoord of AZ zijn. Denk ik dan. Maar ja, we staan dus derde. Het gaat best wel lekker. 31 doelpunten voor, 14 tegen. Doelstelling van 17. En ja, we zouden PSV en Ajax sowieso nog kunnen inhalen. Want het zijn echt maar 1 en 2 punten verschil. En op zich lopen we best wel voor op Feyenoord. 4 punten. En heel veel punten op AZ. Ik zie dat het 12 punten zijn. Dus we worden sowieso, we eindigen sowieso in de top 4. Want Feyenoord staat gewoon letterlijk 8 punten boven AZ. En die zijn vijfde. Dus ja, die top 4 die halen we sowieso wel. Maar het zou heel erg mooi zijn als we gewoon landskampioen gaan worden. En dat kan zeker nog. Want de kans is echt heel erg groot aangezien er nog maar 2 punten zijn. Dan gaan we even door naar de andere competities. Nou, de KNVB-beker natuurlijk is pas net begonnen. Dan hebben we verder nog even kijken. De Champions League natuurlijk. En hoe zal het daarmee gaan? We zijn doorgegaan. Lekker jongens. We zijn dus sowieso door naar de volgende ronde. Zien we het al. Laatste 16. Maar hoeveel zijn we dan geëindigd in de groepfase? Ja, dat tweede natuurlijk. Maar natuurlijk gewoon even de rest. Manchester United dus eerste. 16 punten hebben we 1 keer gelijk gespeeld. Niet tegen ons. Want wij hebben alleen maar verloren. We hebben niet gelijk gespeeld. Dus dat zal dan of tegen Club Brugge zijn. Of tegen Midtjylland. Midtjylland zelfs derde. En Club Brugge vierde. Oké, dat had ik echt helemaal niet verwacht. Gewoon ik dacht, ja, Club Brugge wordt derde. En Midtjylland wordt sowieso gewoon vierde. Maar even kijken. Ja, we hebben dus als eerste 2-1 gewonnen tegen Club Brugge.
Daarna 4-2 verloren tegen United. Toen 1-0 gewonnen tegen Midtjylland. 3-2 verloren tegen Midtjylland, uit zelfs. Daarna uitgewonnen tegen Club Brugge 0-3. En toen nog verloren tegen Manchester United. Dus we hebben dus 2 keer gewonnen tegen Club Brugge. En 1 keer gewonnen tegen Midtjylland. Dus ja, we zijn gewoon lekker door naar de volgende rondes. En ja, dat is dus tegen Real Madrid. Dat gaat wel heel lastig worden. Het zou kunnen, maar de kans is wel heel erg klein. Verder, wie zie je nog door? Bayern en Chelsea. Manchester City en Inter. Ajax door. Oké, best wel lekker van Ajax. Die zijn dus ook door. Hier hebben we dan Liverpool, Atalanta. Real, Borussia Dortmund, Barça, Gladbach, PSG vierde. Ik weet niet wat er allemaal is met PSG. Maar die eindigen gewoon vierde onder Athene zelfs. Oké, dat is echt, het is echt iets geks gebeurd met hun. Want je eindigt niet zomaar onder Athene als PSG zijn. Met Neymar en Mbappé. Verder hebben we hier dan Atletico Madrid en Lazio. Die zijn dus eerst en tweede geworden. Nou, hartstikke mooi. Dus we zijn door naar de volgende ronde in de Champions League. En het gaat heel erg lekker in de divisie. Dus het gaat allemaal tot nu toe best wel goed. Wat hebben we hier? Natuurlijk de Europa League. Nou, dat interesseert me niet heel veel. Dan hebben we hier alweer de Eredivisie. Nou, dan gaan we nog heel even kijken bij het selectiescherm. En ik ben benieuwd hoe mijn spelers dus gaan. Ik zie hier al wat ratingen. Ik zie al Odegaard plus 3. Gaat heel erg lekker. Nakamba plus 3 zie ik ook al. Doekie is al 70 rating. Heel veel spelers gaan echt super goed. We gaan even naar het selectiescherm. Gaan we even elke speler bekijken wie er allemaal omhoog zijn gegaan. Nou, dit zijn wat minder belangrijke. Ik zie hier de Pasveer min 2. Nou, die staat toch niet in de basis. Vitek plus 2. Dus ik denk dat ik hem in de basis ga zetten. Want we spelen nu met Bunner op links achter. Maar die was alweer 2 omlaag gaan, zag ik. Dus Vitek gaat in de basis staan, denk ik. Clark gaat ook best wel lekker. 72 rating. Wat hebben we hier nog meer? Doekie dus plus 2 gaat ook goed. Even kijken. Kadafayev plus 3 gaat ook best wel lekker. 77 rating. Lacamba plus 3, 78. Wat hebben we nog meer? Basur plus 2, 74. Hebben we nog meer? Nou, Prupper niet omhoog. Van Ginkel zelfs plus 1 gaat ook goed. Danane plus 1. Odegaard dus plus 3. 86 rating inmiddels alweer. Dus hij gaat echt super lekker. Ibarra min 1, maar hij is ook al wat. Nou, 29. Dat zou je nog niet verwachten dat hij omlaag gaat. Even kijken. Linse ook min 1. Beetje van Bergen plus 1 gaat ook wel oké. Rashica plus 2 gaat ook best wel lekker. En dan hebben we verder nog wat spelers. Even kijken. Nou, Wilfried Boni omlaag. En Van Wolfswinkel ook omlaag. Dus de meeste spelers gaan wel heel erg lekker. Wat ik nu even ga doen is de ontwikkelingsplannen een beetje wijzigen van sommige spelers waar het kan. Want ik had net al heel veel berichten gezien als ik hier eventjes kijk. Hier zie ik heel veel berichten van de ontwikkeling. Dus dat ga ik zo meteen allemaal even aanpassen. Dan ga ik misschien ook even de basisopstelling aanpassen. En als ik dat allemaal heb gedaan, dan laat ik dat even zien. Ik heb even twee aanpassingen gedaan in het basisteam. En dat zijn dan twee verdedigers. Vitek op linksback heb ik even in de basis gezet. In plaats van Boetner of Butner. Want Butner is inmiddels alweer 69. En Vitek is 73. En verder heb ik Clark. Clark was eerst een linksback. Maar ik heb er een CV van gemaakt. En hij is 73 rating. Dus ja, 4, 5 ratingen hoger dan die andere centrale verdediger die we hadden. Dus met dit team gaan we verder. Ik ga nu gewoon simuleren tot het einde van het seizoen. En dan ben ik benieuwd hoe we het hebben gedaan in de Eredivisie, de KNVB-beker en de Champions League. Ik heb nu gesimuleerd tot het einde van het seizoen. En we gaan dan nu gelijk kijken hoeveelste wij zijn geworden. We stonden dus net derde. En we zijn nu weer derde. Oké, we zijn dus gewoon derde gebleven. We zijn niet omhoog gegaan en ook niet omlaag gegaan. Wie is eerste geworden? PSV is eerste geworden. Oké, dat is wel fantastisch. Dan Ajax dus tweede. Wij dus derde. Feyenoord vierde. En dan AZ vijfde. Dus ja, derde plaats op zich best wel netjes. Ik had voor daarvan gedacht dat we wel in de top 4 zouden eindigen. Maar landskampioen, dat wist ik niet helemaal zeker. Zijn dus derde geworden met 77 punten. Ajax tweede met 83 en PSV met 92. Dus PSV is best wel hard uitgelopen op Ajax. Ajax ook wel redelijk op ons. Twee wedstrijden meer gewonnen dus. Want ja, we hebben twee wedstrijden meer verloren. Zie ik dus hier ook staan. We hebben 5 keer gelijk gespeeld, 5 keer verloren. Verder dus 7 punten voor op Feyenoord. En AZ is ook alweer dichtbij Feyenoord gekomen. Maar die stonden toen op de helft van het seizoen echt ver achter. Maar ja, dus derde plaats op zich best wel netjes. En ja, met de spelers die we hebben is het ook wel goed. We hadden misschien wat hoger kunnen eindigen met bijvoorbeeld Odegaard en Rashica. Want dat zijn wel echt de topspelers. Maar met een derde plaats ben ik op zich wel tevreden. Dan gaan we even verder. We hebben de KNVB-beker niet gewonnen, jammer genoeg. Ajax heeft nog gewonnen. Oké, dat betekent dat we in ronde 2 zijn uitgeschakeld door Ajax. Ja, we zijn dus uitgekomen met 2-0. Dus dat was een korte KNVB-beker toernooi voor ons. De kwartfinale hier dan. Wat hebben we hier nog mee? Heracles door, Feyenoord door, Ajax en PSV. De halve finale Feyenoord tegen Heracles. Heracles door, dat is wel verrassend. En dan PSV Ajax, Ajax door. En de finale is dus gewonnen door Ajax. Dan gaan we door naar de Champions League. Nou, ik verwacht eigenlijk dat we er al uit lagen door Real Madrid. We gaan het nu zien. Nou, in ieder geval finale tussen Barça en Lazio.
Nou, ik zie Real Madrid hier dan wel zijn uitschakelen. Ja, dat had ik eerlijk gezegd ook wel verwacht. Want Real Madrid is al een goede. Het is 6-4 geworden. Dat waren nog wel interessante wedstrijden. De eindwedstrijd dus 3-2 verloren. En de tijdwedstrijd ook dan 3-2 verloren. Want 6-4 is het dus geworden. Verder hebben we Barcelona door, Atletico door, United door. Dus onze andere groep. De club met wie we nog meer in de groep zaten, Manchester United. Even kijken, wat hadden we nog meer dan hier? Bayern door. Liverpool door heeft Ajax dus uitgeschakeld. Dan hebben we Lazio schakelt City uit. En Juventus schakelt Chelsea. Dan hier dan de kwartfinales. Even snel kijken. Nou, Lazio schakelt ook nog even Bayern uit, zie ik. Dus Lazio deed best wel lekker. Hier dan Lazio schakelt ook even Juventus. Oh ja, dit is. Lazio is gewoon de grote verrassing van dit Champions League toernooi. Die schakelen eerst eventjes City uit. Daarna schakelen ze Bayern uit. En dan vervolgens ook nog Juventus. En dan zijn ze nu in de finale tegen Barcelona. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat Barcelona wel goed gaat winnen. Maar wij zijn dus in de Champions League gekomen tot de laatste 16. En op zich best wel netjes. Ja, Real Madrid heeft gewoon een beter team dan dit Vitesse. Dus het is niet heel erg gek dat Real Madrid gewoon wint van ons. Dan hebben we hier de Europa League Leicester City tegen Roma FC. En dan was het alweer. Dus we zijn dus derde geworden in de Eredivisie. Geen KNVB-beker gewonnen, jammer genoeg. En tot de laatste 16 van de Champions League gekomen. Dus op zich best wel netjes gewoon van Vitesse gedaan met het team. We gaan even naar het selectiescherm. Ik zie al dat Doekie dus plus nog even verder twee omhoog is gegaan. Wielik nog twee omhoog gegaan. Even kijken wat nog meer. Ja, Odegaard heel erg lekker. En dat is Chica ook. En we gaan gewoon even naar het selectiescherm, dan kunnen we het allemaal wat beter bekijken. En dan gaan we zo meteen ook even naar de statistieken kijken van alle spelers. Nou, ik ga gewoon even kijken naar de spelers. Ja, hier bijvoorbeeld Vitek, plus 4 heeft echt een lekker seizoen gehad. Begonnen als 71, 75 rating nu inmiddels. Doekie ook lekker, plus 4, 72 rating. Clark, plus 4, ook een best wel goede verdediger dus geworden nu. Dat was dus eerst een linksback, maar we hebben er gewoon even een goede centrale verdediger van gemaakt. Wat hebben we nog meer dan? Carafajev dus ja, is bij plus 3 gebleven, niet nog meer omhoog gegaan. Maar op zich gewoon een goede respect. Nakamba plus 3 ook niet verder omhoog gegaan. Wat hebben we nog meer? Basur plus 4. Basur heeft best wel een lekker seizoen gehad ook. Plus 4, 76 rating nu dus. Dan hebben we verder nog Bero hier plus 2. Nou, die hebben we bijna niet gebruikt. Pedupper niet omhoog. Van Ginkel is het gewoon bij plus 1 gebleven. Daarna een plus 1. Odegaard een plus 5. Dus Odegaard heeft echt een heel erg lekker seizoen gehad. 88 rating. En dit is ook gewoon veruit de beste speler die we hebben dan bij Vitesse. Verder dan Ibarra min 2. Linse min 2. Mitchell van Bergen plus 2. 76 rating ook wel netjes. En dan hier Chica plus 4. Dus 83 rating. Dus ook een goed seizoen gehad. Chica en Odegaard is wel echt duidelijk de beste spelers. Ik ben wel benieuwd hoe ze dan hebben gedaan qua doelpunten en assisten. Dat gaan we dan nu zien. Ik denk dat Odegaard wel de meeste doelpunten heeft gemaakt. Waar staat hij? Oh, nee, het valt nog wel mee. Daar dus het topscorer van Vitesse met 26 wedstrijden. Dat valt nog wel mee. 26 wedstrijden. Wie heeft er dan meer gespeeld? Heeft Tanana dan zoveel erin gezet in plaats van de Chica? Of iemand anders? Daar dus 13 doelpunten. Tanana 12 doelpunten. 1 assist ook nog best wel lekker voor 28 wedstrijden. Marco van Ginkel ook best wel lekker. 11 doelpunten als een middenvelder. Odegaard 11 doelpunten. 10 assisten. Carafajev als het rechtsback ook best wel netjes. Wolfswinkel. Ik denk dat Van Wolfswinkel eigenlijk veel in de spits heeft gestaan in plaats van de Chica. Dus ik denk dat ze Van Wolfswinkel in de basis hebben gezet. En dat Chica meer als wissel en dat hij wat invalbeurt heeft gemaakt. Dat is wel jammer. Want als de Chica meer in de basis had gestaan, hadden we misschien wel hoger kunnen eindigen. Verder even kijken. Wat hebben we nog meer? Nou, dit zijn niet echt. Ja, hoeveel doe ik dan? Nou, dan gaan we nu even kijken bij het aantal wedstrijden. Ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, Karafajev en Ødegaard, de meeste wedstrijden gespeeld. Rome heeft veel gespeeld. Doekie veel gespeeld. Van Wolfswinkel. Ja, dus Van Wolfswinkel heeft gewoon veel basis gespeeld. Clark, Bero heeft ook veel basis gespeeld. Maar ik weet niet voor wie dan. Misschien voor die andere gast. Hoe heet die? Ibada. Vitek hier dan linksback. Danane, Marco van Ginkel. Da Chica, Prupper, Basur ook wel veel gespeeld. Nakamba, Hajek, Openda. Even kijken, ja, waar staat. Oh ja, hier Ibada 69 gespeeld. Nou, 100% dat Ibada niet basis stond. Ik denk dat het dan wel dinges was. Ik denk dat het of Openda was die dan veel heeft basis gestaan. Of het was dan gewoon. Ja, Tanana zou ook wel kunnen. En wie hadden we anders nog? Die zoveel heeft gespeeld. Ja, zo'n andere gast in ieder geval. Nou, in ieder geval, Odegaard heeft gewoon veel gespeeld en heeft het ook best wel lekker gedaan. Maar dit was dan eigenlijk alweer deze video. We hebben dus, ja, we zijn dus derde geworden in de Eredivisie. De KNVB-beker niet gewonnen, jammer genoeg. En de Champions League gekomen tot de laatste 16. Verder dus. Ze hebben mijn spelers best wel veel progressie gemaakt. Dus dat is wel lekker. In de volgende video van deze aflevering gaan we weer met een nieuwe club. En jullie moeten even achterlaten met welke club jullie willen dat ik ga na deze video.
Want de comment die ik het, de comment die het meest wordt geliked, dus de club die het meest wordt opgenoemd. Of stel iemand noemt RKC op en die comment heeft ineens 5 likes. Of iemand zegt Feyenoord heeft 6 likes. Ja, dan gaan we natuurlijk met Feyenoord. Maar stel ik heb 10 comments van doe Feyenoord, doe Feyenoord, doe Feyenoord. Ja, dan wordt het natuurlijk ook Feyenoord. Dus laat gewoon reacties achter. En als iemand anders een reactie achterlaat, like dan even die comment als je wil dat die club als volgende wordt. En als er niet genoeg likes of niet genoeg clubs worden opgenoemd, dan ga ik zelf wat kiezen. In ieder geval. Ik hoop dat jullie deze video natuurlijk leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En zet ook even dat belletje aan. Want dan krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload of wanneer ik live ga. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.